Goedemorgen allemaal, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. Niels is niet met zijn beste beentje uit bed gestapt, want hij was vanmorgen heel vroeg wakker, want hij zat er helemaal onder het plas. Super thanks trouwens voor al jullie luiertips. Ik ga het zeker proberen. Kruidvat en Lidl waren de belangrijkste, of tenminste die het meest voorkwamen. Dus dat ga ik zeker proberen. Ik denk dat ik begin met Kruidvat, geen idee. Dus dat ga ik zeker doen, maar dat lees ik nu pas, want ik werk 2 weken vooruit met de vlogs. Dus vandaar. Maar ik ben er super blij mee, dus ik ga het zeker proberen. Maar daardoor was Niels dus heel vroeg wakker en heeft op zich daarna nog wel geslapen, maar dan is het al toch een beetje onrustig. Het is nu iets voor 8 en ik ben dus al bijna klaar, want ik kon niet meer slapen. Dus ik dacht, dan ga ik gewoon lekker op tijd naar mijn werk en dan ben ik ook weer vroeg thuis. Dus ja, maar moet nog werken. Ja, en net zag je trouwens al beelden van mijn eerste chia ontbijtje. Ik had chiazaad en we hadden nog een half bekertje kokosmelk. En toen dacht ik gisteravond, hey, volgens mij kan je daar zo'n chia pudding mee maken. Dat heb ik gedaan in de koelkast gezet. Ja, dat was eigenlijk best wel prima. Niet lekker zo buiten dat ik ooit gegeten heb. Maar het viel me niet tegen. Want ik dacht, pudding, dat is een beetje zo'n milde substantie. Maar ik heb er banaan bij gedaan. Een beetje kokos, schaafseltjes. En chocola. En appel. En dan die chocoladeappel zorgt dan nog een beetje voor een bite. Dus dat. Nou, ik ga de make-up afmaken en dan naar mijn werk. Het is schijnbaar heel glad buiten, dus dat is altijd fijn. Nou, de heren gaan even in bad. En ik sta even over, want ik ga dan nog naar een vriendinnetje. Mijn broek hangt nu te droog, want ik ben echt drijfnat geregend en het blijft ook regen. Maar ga het zo meteen weer trotseren. Dus ik dacht, dan doe ik hem gewoon weer aan en neem ik een droge broek mee. Het is gewoon bij haar thuis. Vandaag verder gewerkt, niet zoveel spannends. Ik sta dus in de badkamer, mocht ik afvragen. En van het weekend hebben we niet heel veel wilde plannen. Sven's ouders komen zondag. En ik ben er gewoon vooral een beetje relaxed, zo genoeg drukke weekenden gehad de afgelopen tijd. Laat daar een vriendinnetje. Ik denk niet dat ik de camera meeneem, maar ik denk dat we gewoon even lekker aan bank hangen en kletsen. Goedemorgen allemaal, het is zaterdag. Ik ben dus gisteren bij het vriendinnetje geweest, maar daarna heb ik eigenlijk niet meer gevlogd. Ik was rond 10:30, 11:00 thuis. Gelukkig was het droog, geen sneeuw, geen regen, dus dat was wel chill. Het was heel gezellig, gewoon lekker op de bank gehangen. En toen naar bed gegaan, zeg maar. Nu ben ik aan het ontbijten. En ondertussen aan de site, want één filmpje is niet goed geüpload. Dus dat ga ik nu proberen opnieuw te doen. En een vlog moest ik nog uploaden. En straks ga ik weer zoomen, uiteraard. En ik hoor allerlei wilde geluiden uit de mannenkamer komen. Oh, nu is hij boos. En dan ga ik zoomen. En daarna moet ik in ieder geval nog even filmpjes opnemen. Het liefst 3 eigenlijk. Dus dat is wel veel. Maar op zich is het een make-up look. En dan daarna 2 andere filmpjes. Alhoewel ik wel even goed moet kijken. Want het is onder andere mijn favoriete video. En ik weet niet, ik kan me helemaal niet herinneren of ik echt nieuwe favorieten heb deze maand. Nou, weet ik niet. En iemand zei, joh, omdat je nu elke week vlogt, pas je banner anders even aan. Heb ik gedaan. Dus vanaf nu elke zondag of vlog staat er nu op mijn banner. Dus, en ik wil nog even zeggen, sorry voor de achtergrondgeluiden, dat ik het echt super leuk vind hoe jullie reageren op de vlogs. En dat jullie het gewoon heel leuk vinden. En dat maakt het voor mij heel leuk om te doen. Ik ben nog even aan het puzzelen hoe ik dan mijn reviews en zo, die ik normaal gesproken online zou zetten op zondag, omdat dat mijn artikeldag was, zeg maar, hoe ik dat ga doen. Ik ga nu een keer proberen, denk ik, om een look te maken en zeg maar de review dan zeg maar als achtergrond op mijn site te zetten. Maar dat ik er dus wel een filmpje bij heb. Maar dat weet ik nog niet, daar moet ik nog een beetje op puzzelen. Verder hebben we een rustig weekend, zijn zo eigenlijk de hele zondag weg zijn, maar dat gaat niet door. Zijn ouders komen wel en die eten, dan eten we met z'n allen bij mijn ouders. Dat is heel gezellig. En vandaag moeten we eigenlijk alleen een beetje boodschappen opruimen. En ik moet dus een hele hoop filmen. Ik ben weer klaar voor de Zumba. Ik heb een shirtje van H&M aan, zoals heel vaak. En ik
Ik heb nu deze broek aan van Stradivarius met van die mesh. Ik weet niet of je het een beetje kunt zien, mesh, een raar woord. Dus op naar de Zumba. Zo, ik heb net filmpjes opgenomen en 3 stuks. Dus goed gegaan. Het was alleen bij eentje, werd echt mega donker buiten. Sven en Niels hebben boodschapjes gedaan en boodschappen. En nu gaan we even lekker lunchen. Niels zit al te eten, want hij had erg honger. En wij, onze broodjes zitten in de oven, gaan we even lunchen. En dan gaan we nog even met z'n drieën een ommetje buiten maken. Als het weer dat toelaat. Ja, verder niet zo spannend. Ik heb deze trui aan, die heb ik al jaren volgens mij van Pull&Bear. En een soort kerstjongbroek. Hier ligt nog Niels' jas, want die kwam net al enthousiast naar me toe gekropen. Mijn lunch. Spectaculair. Niels is gek op boeken lezen. Hè, Niels? Ja, hij zit nu op de grootste stoel zit om een boek te lezen. Lastig bij te zuchten. Ja. Kijk eens even. Kikker, hè? Dat is mooi, hè? Kikker. Een rat. We gaan op reis samen, hè? We gaan ze heen. Laat hem allemaal in zitten. Goed zo. Ja. Niels wilde zelf graag ook even een stukje lopen. Het gaat alleen wel zo regenen. Dit gaat niet zo, zo snel. Zo. Meneer eet vandaag homemade paella, maar dan zonder vis. En wij eten kip, patat en sla voor de afwisseling. Dat eten we vaak op zaterdag. Vanavond hebben we nog olijfjes, homemade tapenade, nog meer olijfjes en pesto. Hierin zit havermout voor het ontbijt. En Niels was heel moe, maar hij wilde niet, dus die zat even Nijntje te kijken. Omdat hij ook niet meer echt wilde spelen, want hij was een beetje moe, maar hij wilde ook niet slapen. Dus nou, dan doen we het even zo. En dan gaan we zo lekker eten. Gaan Nijntje natuurlijk uit. En dan komt hij er gezellig bij ons bij zitten. Ons eten is nog niet klaar en Niels heeft wel honger. Zo, de boel is weer aan kant. Niels krijgt nu de fles. Zo nog even zijn tandjes poetsen en dan ligt hij te slapen. En dan gaan wij lekker chillen. Dus ik ga ook lekker mijn make-up eraf halen. Ik heb net al mijn chill outfit aangedaan. En ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen, het is zondag. En ik zie eruit als een tomaat. Want ik heb net een HIIT workout gedaan. En eentje in de categorie dood gaan voor gevorderden. Nu eventjes uit. Ja, en dan kan ik gaan douchen. En ontbijten en zo. Dus vind dit helemaal leuk. Ja. Voilà. Vandaag komen mijn schoonouders. En vanavond eten we met z'n allen bij mijn ouders. Maar volgens mij had ik dat al gezegd. Nu gaan we nog even gewoon lekker met z'n drietjes even relaxen. Een beetje spelen met Niels. En dan... We zijn er al een uur of 11, dus het is nu 8 uur of zo. Oh, ik heb het wel. Zo, Niels de outfit of the day. Dit is een shirtje van de Mango. Ik wist helemaal niet dat die een kinderlijn hadden, maar ja dus, Mango. En dit is een broekje, een heel cool broekje van de Hennes. Ja, toet toet!
Dit zijn lekkere granaatappelpitjes. Het is super lekker, hè? Super lekker. En ik ben hem aan het opmaken. Heb je wel eens dat je een paletje hebt wat je zo fijn vindt dat je het eigenlijk niet wil gebruiken, omdat je niet wil dat het opgaat? Dat heb ik met deze. Dit is het Tartlet Tease palet. Oh, love it. Maar tarts is zeg maar heel lastig aan te komen in Nederland. Of bijna niet, maar goed, ik kan natuurlijk wel via de Amerikaanse familie kan ik het wel krijgen, maar ik hou er gewoon van. Het is ook zo fijn klein. Ik neem het graag mee op vakantie. Maar ik wil hem toch echt weer even gaan gebruiken. Dus ik ben nu... Nou, ik heb net de oogschaduw gedaan. En nu nog de rest van mijn make-up. Maar mascara en poeder en dingen. Dus ik zit nog in mijn badjas. Het is inmiddels 9:45. Ja, dat heb je wel eens. Oh, Sven zit met je op de date. Kijk, als je denkt, wat hoor ik voor geschreeuw. Zo, we zijn even aan het wandelen met mijn schoonouders. We hebben net eventjes een beetje geluncht. Nu even een ommetje maken. Echt door, zeg maar. Langsop, ja. Rij hier maar. Langs die straat omhoog. Ja, langsop noemen ze het. Nou, niet eens omhoog. Dat maakt helemaal niet uit. Ik ken het principe. Ik heb best wel veel. Ja. Wil jij mijn kippie nog? Zal er als je sticker bent. Vergeet het te filmen. Zeg maar voordat het op tafel ging. Maar goed. Dronken? Welke rol, waar bedoel je? Deze. Zo, wij zijn weer lekker thuis. Ik heb mijn make-up er net afgehaald. En het was heel gezellig. We hebben even bij mijn ouders gegeten, met mijn schoonouders. En daarvoor hebben we even met mijn schoonouders een beetje wat dingetjes in het huis gedaan. Mijn schoonvader heeft even zo'n kinderbeveiliging op een kastje gemaakt. En we hebben even een beetje schoongemaakt. Dat super lief, dat helpt ze altijd eventjes. En even een flinke wandeling gemaakt met de kleine man. En daarna dus naar mijn ouders toe. En daar even lekker gegeten. Ik moest even mijn ouders helpen met een visum voor India. En dat zat een enorm gedoe met allerlei documenten uploaden en zo. En mijn ouders hadden een beetje ingewikkeld, dus dan help ik altijd eventjes. Dus dat hebben we gedaan. Even lekker gegeten daar. En nu zijn we thuis. En nu kunnen we op de bank ploffen. Het huis is helemaal lekker aan kant. Niels ligt in bed. En nu gaan we relaxen. Ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden om te zien. Het was niet een heel spectaculair weekend, maar ik hoop toch dat jullie het leuk vonden. En ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!